Knoop. Is ook, het fietsknoop is ook veranderd. Hè. We kunnen nu wat. Je maakt een knooppunt en dan doet je ook navigeren van de plek waar je bent naar de eerste knooppunt waar je gestart hebt. Dat is niet zo. Ja, dat trok je een lijn, maar nu doet hij via Maps, via Google Maps, doet hij nou navigeren. Let's go.